Hallo allemaal, hier zijn we weer. We gaan vandaag een poesje maken van hout en andere materialen die we om en rond het huis vonden. Goed, wat hebben we nodig? Wel, we hebben nodig een tak voor de poten en de staart. Een stukje hout dat we ergens gevonden hebben. Een stronkje of een schijfje van de takken die we eergisteren hebben gebruikt, een stukje stof, draad of wol, een stift voor de ogen, een kraal, kan je ook gebruiken. We hebben lijm nodig, een schaar, snoeischaar en eventueel nageltjes en een hamer. Ik geef jullie nu een klein overzicht van wat we nodig hebben. Dit is wat we nodig hebben. We hebben 4 kleine stokjes nodig voor de poten, 1 schijfje voor het hoofd, een krom stokje voor de staart, een stukje hout voor het lichaam, oortjes die je zelf beslist hoe dat je die wil knippen uit stof en een stukje wol voor de snorharen en een kraal met een spijker door voor de neus. We starten vandaag met het hoofd te bevestigen aan het lijfje. Hoe gaan we dat doen? We nemen daarvoor de kraal en de spijker. We doen de spijker door de kraal en we nemen het hoofd en zetten het plankje of het houtje op zijn kop. Je legt het schijfje op het plankje. Mooi in het midden waar dat je de neus van de poes wil, leg je de spijker en je gaat voorzichtig te werk, zodat je niet op je vingers staat. Voilà. Het eerste stukje zit vast. Dan draai je je poesje om en gaan we de staart spijkeren. Je neemt de staart vast en je legt hem achteraan het lijf waar je de staart wil dat hij komt. Je neemt een spijkertje en je doet hetzelfde als bij het hoofd. Onze staart en ons hoofd zitten er nu aan. We nemen nu de poten, die gaan we bevestigen aan de zijkant van het lichaam. We doen dat met lijm op deze manier. We maken een liggende poes. Het zou ook kunnen als je wil dat je een rechtstaande poes maakt. Je doet een beetje lijm op het takje. Let op, doe dit weer niet op de tuintafel. Want anders zou het wel eens kunnen dat je een beetje lijm op de tafel morst. De tweede poot wordt bevestigd. De derde poot. Houd de lijm ook altijd eventjes goed vast. Het pootje met de lijm. Voilà, de vierde poot. En je poes is bijna klaar. Laat nu eventjes drogen. We gaan het poesje nu nog afwerken nadat het gedroogd is. We nemen de universele lijm en de oortjes die we geknipt hebben en de snorhaartjes. Ja. We leggen alles klaar. We nemen de lijm, waar al serieus op geduwd is. En we kleven de oortjes waar we ze willen hebben. Zo. Voilà. En de snorharen kleven we ook op onze kleine poes. Voilà. Het enige wat we nog moeten doen is oogjes tekenen.
en dan is onze poes klaar. Voilà.